Sven Braken, de nieuwe spits van NEC, heeft al een vaste fanschare. Er zijn zelfs mensen die meer aandacht hebben voor deze spits dan voor Messi, Neymar of Ronaldo. Dat zeg je helemaal goed. Wij zijn absoluut fan van Sven Braken. En wij hopen ook dat Sven ook nog verder door gaat breken. En heel erg succesvol zal gaan worden bij NEC de komende periode. Ja, dat klopt. Dat is mijn neefje. Ja, achterneef moet ik eigenlijk zeggen. Dat, die is helemaal idolaat. Ja. Aaron, inderdaad. Mijn neefje van 10 jaar. Die is enorm fan. Een van jouw collega's is vorig jaar april met ons meegeweest naar Madrid. Om naar de halve finale van Real Madrid-Manchester City te gaan. En mijn neefje die mocht daar in de line-up met Pepe het veld oplopen. Fantastisch. Maar goed, tijdens zo'n trip wordt hem natuurlijk ook gevraagd van hey, wie is jouw grote idool? Ja, van mij zegt hij altijd. Dus dat is wel mooi. Ja. Nou, daar was je heel duidelijk over. Dat was Sven Braken. Foto's, absoluut. Posters, kaarten, noem het maar op. Zelfs een mok. Hij heeft alles wat Sven Braken betreft, dat verzamelt hij. Ja. In mijn MVV-tijd, toen kwam ik net bij de selectie en ging ik mijn wedstrijden daarvoor spelen. En dat vond hij helemaal geweldig en ging hij ook vaak kijken. En daar is het een beetje begonnen en hij volgt me altijd. En inderdaad, posters boven zijn bed, dus dat is wel leuk. Hij blijft vasthouden aan Sven Braken, absoluut. Ja. Maar dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat hij naast de line-up met Pepe van Real Madrid ook ooit met de grote Sven Braken heeft mee mogen lopen. Als jeugdspelertje van Leonidas, waar Sven trouwens ook is begonnen met voetballen. En ja goed, daar was hij natuurlijk enorm trots op. Dat hij toch met zijn familielid, ja, want zo is het ook, mee mocht lopen in Stadion de Geuselt bij de line-up. Grote Primera Division. Daar kijkt hij uiteraard naar. Hè. Hij is wat dat betreft altijd wel gefocust op de acties van Ronaldo en Messi en alle andere grote voetballers. Dus wat dat betreft, dat blijft hij ook volgen. Maar ja, zodra Sven Braken in beeld is, dat wil hij natuurlijk niet missen. Nee, absoluut. Dus dan gaat bijvoorbeeld El Clasico eraf voor dit seizoen bijvoorbeeld NEC Almere? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat denk ik wel. Ik denk als je hem blij maakt met een kaart om naar NEC RKC te gaan of tegen MVV bijvoorbeeld. Ja, daar schuift hij natuurlijk voor aan de kant. Ja, absoluut. Ja, ze krijgen zeker een keer een uitnodiging om te komen kijken. En van mijn part komt hij iedere thuiswedstrijd. Ik denk dat hij dat wel mooi gaat vinden in zo'n mooi stadion. Fantastisch, ik zou zeggen, laat de seizoenskaart maar komen. Jij gaat het regelen. Zeker weten. Ja.